De nieuwe leader van vandaag insight heeft heel wat teweeg gebracht, vooral vanwege de astronomische kosten die zijn besteed aan de productie. Wilfred Gené onthulde dat de speciale camera die werd gebruikt voor de opname evenveel heeft gekost als vier opvangplekken. De talkshow heeft in de zomer een compleet nieuwe intro opgenomen die sterk afwijkt van de vorige, levendige versie. In plaats van de herkenbare beelden van de show, zoals Johan Derksen die backstage uit zijn auto stapt, Bevat de nieuwe lieder slechts close-ups van persoonlijke voorwerpen zoals Johan Sigaar, René van der Gijps bril en Wilfred Genees iPad. Deze nieuwe creatieve wending heeft geleid tot veel kritiek. TV-autoriteit Tina Nijkamp vergeleek de nieuwe lieder... met een project van het Stedelijk Museum, en zelfs de mannen van vandaag in Zijt zelf zijn niet enthousiast over het resultaat. Johan Derksen is bijzonder kritisch. Hij beschouwt de nieuwe intro als een kapitale blunder en vindt dat de oude leader, die goed was ontvangen door het publiek, terug moet komen. Johan bekritiseert de zogenaamde kunstenaars die verantwoordelijk zijn voor de nieuwe leider, die volgens hem te ver is gegaan in hun poging om kunstzinnig te zijn. Volgens Wilfred Gené is er veel tijd en geld geïnvesteerd in de nieuwe leider, vooral door het gebruik van een geavanceerde computergestuurde camera die zorgt voor een vloeiende weergave van de voorwerpen op tafel. Gene maakt een scherpe opmerking over de kosten door te zeggen dat het bedrag dat aan de camera is besteed genoeg zou zijn om vier asielzoekers een aanzienlijke tijd in een hotel te laten verblijven. Johan Derksen, die de nieuwe lieder als provocerend beschouwt, vooral vanwege de sigaar, is van mening dat deze intro geen positieve bijdrage levert en wil graag terug naar de oude versie. De kritieken hebben geleid tot de productie van een aangepaste lieder, waarin de sigaar is vervangen door een stropdas. Dit resulteerde in extra kosten voor de koerier die de dassen moest ophalen. Ondanks deze aanpassing blijft Johan Derksen ontevreden en noemt hij de nieuwe intro een misser. Wilfred Gené heeft inmiddels aangegeven dat de oude lieder waarschijnlijk vanavond weer zal worden uitgezonden.